Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Het gaat dit keer om de kwartfinale battles event die we hebben gehad. Ik ben natuurlijk weer met mijn lieftallige juryleden Adi Montenegro, LD, aan deze kant Kimo en Excellent. De battle waar we het op deze moment over gaan hebben, dat is Jeeves tegen Fiction. En ik begin gelijk bij Kimo. Wat vond je van deze battle? Het was een hele dope battle, man. Deze mannen zijn alle twee op level. Jeeves natuurlijk de meest consistente veteraan die we op dit moment hebben. Hij kwam met dope bars. Straks is je leven een film, maar leef je thuis in een trailer. Dat zegt dat hij aan het bezig is om een filmrol te krijgen. Hij had ook echt de super choke save van heel POB. Ja. Hij deed alsof het gewoon ingestudeerd was en dat hij verder ging. Maar het freestylde en ik zag aan zijn face dat het een echte choke was. Dus ik snitch ergens gewoon het publiek. Maar het was een super choke save, zoals we nooit eerder hebben gezien. Het zei ook weer, mes op de keel wordt de final cut. Sorry, die vond ik ook nice. Ja. Die zegt altijd dat, weet je wel, Fiction, die emo guys en shit. Leven is zo, je lever, want hij zegt dat hij veel drinkt, je lever is zo zwart. Dat Insano hem als donor wil. Ja. Die was ook nice. Ik heb nog heel veel bars, maar ik wil ook wat overlaten voor jullie. Ja, en Jeeves, hij was weer gewoon A-game. Die man, moet ik zeggen, hij is heel consistent. Hij had wel ergens dus een chokeje. Hij zei ook eerder vandaag tegen mij van, de voorbereiding is een beetje zo gegaan. Zei hij van, als ik een keer ga choken, dan is het vandaag. En dat gebeurde ook, maar hij saved hem gewoon super. Dat was die show toch? Dat dat viel niet eens op. Hij zei, het wordt, dat is top. Toffe shit is. Ja. El Diep, mee eens, mee oneens? Zeker, dit was een hele, ze waren heel erg aan elkaar gewaakt. Jeeves en Fiction. Jeeves had gewoon, hij kwam heel consistent. Hij had inderdaad dat choken, ik wil het ook doen, want anders voel ik me buiten gesloten. Dat was het. En boom, klaar. Was dat nou een echte choke of een... Ja, het was duidelijk een echte choke. Fiction heeft iets wat niemand of wat weinig deze dag hadden. Hij had echt een lijpe flow. Zijn flow was heel goed. En dan bedoel ik gewoon, hij was... Dat heeft hij altijd. Hij heeft echt een goede flow, maar ook zijn woorden zijn sowieso, zijn bars zijn sowieso goed, maar zijn flow. En die wederhelft is Frans, die line. Je bent ook een Belg, want je hebt zoiets. Je bent ook een domme Belg, want je wederhelft is Frans. En hij had ook een mannequin challenge line en grappig dat je zo weinig eet, je zit op de Herman Brood Academie. Ja. En natuurlijk had Jeeves over dat, die had een rebuttal of die wederhelft is Frans, Trans Sinatra, die vond ik ook wel leuk. En dan eindigde hij die bar met had over je bent een trans, maar wel dat je aan het einde van de battle geslacht bent ofzo. Dat is ook een hele dope Het hele stukje over einde. Gewoon, je bent eigenlijk een chick. Of chick in een boy lichaam of zo, trans verhaal, dat hij gewoon goed uitkomt. Ja. Maar een goed einde van een ronde kan ook heel bepalend zijn. Hij had ook een hele goede eindes Jeeves, van zo'n ronde. Klaar. Hij zei iets over gender neutral volgens mij. Ja, gender neutral, maar in deze battle word je wel geslacht. Dat is het juist, ja. Dope. Adi. Ja, fucking harde battle. Grote gezeik. Ja, heerlijke battle, maar dit soort dingen, daar kom je voor, weet je. Jeeves, de choke. Dat is hoe je een choke redt, jongens. Pak je notebook erbij, schrijf dit soort dingen op. Ik weet niet of Jeeves dit van tevoren al had bedacht van als ik ooit choke, gooi ik dit. Maar Jeeves, chapeau, petje af. Dat is hoe je het doet. Jeeves is gegroeid. Is het als je dit doet, zeg maar, als je het zo oplost, is een choke dan niet echt? Bro, dan mag je de hele fucking dag choken. Vier het op. Dan mag je de hele dag choken. Als Ronaldo of Messi zou choken, dan zou het er zo uitzien. Okay. Maar zo'n choke levert dus eigenlijk geen punt. Totaal geen puntverlies bij mij. No way, man. Dat is gewoon een punt erbij. Maar hij komt met die gekke move en hij staat weer ready voor action. Het valt me ook op dat Jeeves is veel meer theater gaan gebruiken. Hij is veel meer het gaan uitbeelden wat hij bedoelt. Hij heeft een boodschap en hij gaat je die brengen. Hij gaat je precies meenemen in het verhaal. En dat, die theater, die grappen die hij meer gebruikt. Hij deed dat stukje ook waarin hij omschreef hoe Fiction dan iemand zou verleiden. Ja, die was een outfitje van de hut. Je gaat er een lakertje. En dan kijk je en dan ga je een beetje bij. Die
mimiek, hè? Hij is wel echt een. Ik denk dat zeg maar, als je de elementen van battle rap checkt en dan showmanship is dan één daarvan. Hij is wel één van de beste personen in Punch-Out qua showmanship. Je blijft entertained en dat is hetgene wat. Mensen die betalen hun kaartje om geëntertained te worden. Deze man entertaint. En ik vind het dope van Fiction. Fiction had ik nog niet eerder gezien. Fiction is fucking hard. En we hebben. Shout-out naar alle Belgen die mee hebben gedaan, ooit bij Punch-Out. Maar we hebben nu de nummer 1 van België. Easy. Deze man is nummer 1 van België, G. Deze man is gruwelijk. In die battle zei hij ook zoiets van, je hebt kanker in je rug, maar ik draag een land op mijn schouders. Ja. Wat me trouwens wel opviel, die was fucking hard. Maar wat me wel opviel, Jeeves had een hele dope rebuttal daarop. Hè. Jeeves die zegt op een gegeven moment van, ja, jij hebt geen ruggengraat om kanker in te krijgen. Ja. Laat me eventjes kijken. Ja. Volgens mij was het Giant. Was het Giant? Nee, ja, maar bijna niemand die reageerde erop. Giant heeft precies dezelfde lijn gegooid. Ja, ook met iedereen. Nee, maar was niet precies dezelfde. Precies dezelfde. Check het terug. Precies dezelfde lijn. Ah, ik weet niet. Precies dezelfde. Iedereen ging los. Terwijl dat moet ik opnieuw checken. Bij die, dit was nogal die battle ook. Hey, jeez, respect man. Je bent vooruit gegaan, G. Ja, zeker. Ja man. Ja. Kimo, what's up? Ja, wat moet ik zeggen? De cijfers wil ik heel graag van jou wissen, man. Ik wil heel graag de cijfers. Luister, dit is een kwartfinale battle, ik wil gewoon weten wie er doorgaat. Ik vond nog die trouwens One Tier way te veel, net als een Wenna battle van, van Fiction was dat. Fiction, heel dope, consistent, is hij overgeswitcht in het Nederlands. Deze man wat mij betreft een top tier. Ik geef hem een 8. Dit is overigens ook waarom ik in eerdere judgments van dit evenement niet met zulke hoge cijfers strooi als sommige van mijn collega's. Want ik moet ze bewaren voor dit soort performances. Dus Fiction krijgt gewoon een degelijke 8, maar was prepared. En Jeeves, weet je, zijn safe, zijn rebuttals en zijn theatrale gebruik zorgt ervoor dat hij wint. Want bar kwam bar, weet je, zijn ze echt aan elkaar gewaagd, maar hij krijgt voor mij gewoon een 9. Zo, een 9 van 9. Een 9 van Kimo is een applausje waard! Cijfer Hitler, bro. Cijfer Hitler. Al die cijfers voor Battle Chiefs Fiction. Ja, ik gooi met negers, dat wel, of met negers. Met negers? Zeg je dat nou? Ik ga met... Dat is in zijn vrije tijd. Ja, dat is in Joegoslavië, dat is privé leven. Daar gaan we niet achter de uitspraak. Maar ik zeg eerlijk, ik gooi negers alsof ik bij het leger zit of zo en ze gratis uitdeel. Ik zeg eerlijk, beide. Beide krijgen van mij 9. Ik kan hier niet, ik vind het te moeilijk om hier te zeggen van joh. Dat is wat ik had, man. Ik snap zweer, je? Hey, ik vind ze beide 9, man. Fucking hard, man. Blijf zo doorgaan. Ik had die battle eerst met minimale marge voor Jeeves. Tot die, je bent zelf Belg, want je weet ergens Frans lijn. Dat trok me voor mij recht, man. Dit is een dead even draw. Oké, okay, en wat voor cijfers hoorden erbij? Ook 9. Ja, maar jij begrijpt het leven, net als ik. Oké, dan Eldiep, smijt je ook met 9? Maar wel heel enthousiast. Beide een 8, dus wat we gemiddeld zijn. Beide een 8. Beide een 8. Jullie maken het heel spannend voor mijn rekenmachine die nu gaat uitrekenen wat de cijfers zijn. Wacht. Fiction is geëindigd met een 8.5. Jeeves is geëindigd met een 8.7. En dat betekent dat onze vriend Jeeves door is naar de volgende ronde. Halve finales. Applaus voor Jeeves en Fiction. We zitten hier met 4 juryleden. Ja. Hey, we moeten 1 van deze heren doorsturen naar de volgende ronde. Het is een moeilijke taak. Je ziet dat sommige mannen niet hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar als je wil dat iemand verantwoordelijkheid neemt, haal het je boy mee. Met alle respect naar jullie allebei, boys. Dankjewel, mijn naam is Demo. Dit zijn de juryleden Adi Montenegro, L Deep, Kimo en Excellent. We zien je bij de volgende aflevering van Punch-Out Battles The Judgment. Mijn naam was Demo. Slaap.